Beste Jan, ik weet niet of je de oudste van de vereniging bent, maar dat zal niet veel schelen. Ik ben in ieder geval niet de jongste, maar misschien wel van deze groep. Misschien. Oh, nee. Ja. Maar ik vind het wel een hele eer toen ze vroegen van, Jos, zou jij aan Jan iets namens het hele groep hier aan willen reiken? En als ik zo jou aankijk, dan denk ik van, ik wou dat ik over 15 jaar ook daar stond, in zo'n conditie. Maar je zit natuurlijk al heel lang bij Sprint, je loopt flink. Je loopt niet echt hard, maar je loopt wel door, zodat je dus toch nog een van de eerste bent die naar voren is. Wij hopen in ieder geval dat jij nog heel lang mag blijven lopen. Tegen sommigen zeg ik wel, als je wordt 100, want je ziet er al uit als 97, maar dat zeg ik bij jou niet. Nee, jij wordt wel 110, denk ik. Ik hoop het. Nou, namens ons allen hebben wij een cadeautje voor jou. Klopt, stemmen handen. Als de van El, de oudste atleet van onze atletiek club in Breda. Daar. Voor de huishoudelijke aard, er staan al schoteltjes met geld, dat is de bedoeling, en die worden door Leo opgehaald straks. Daar kwam Rotterdam niet tegenop. En wie weet wel de oudste van atletiek club lid van Nederland. Wie weet. 90 plus. Dus dit is de baan van Sprint, helemaal nieuw, van de grootste atletiekvereniging van Breda en van Nederland.